관중들은 열광적인 박수를 보내고 있습니다. Oké, lieve mensen, u bent getuige van een eindmix van het liedje When I Met You, dat Le Pau ooit schreef ergens in de jaren 90 en nu opnieuw opgenomen is en ingezongen door een Amerikaanse meneer genaamd Kelly. En even kijken, dit is Kelly en dit is hem ook. Heb ik nog meer? Ja, hier is hij ook. En we gaan hem eventjes laten horen zo. Maar eerst eventjes iets over wat je hier ziet. Alles wat rood is, zijn vocalen. Alles wat groen is, is percussie, is drums. Alles wat een beetje rozig is, is normaal gesproken bij mij special effects. Dat kan zijn het geluid van de branding, geluid van de wind, kanonschoten, applaus, gillende mensen, huilende mensen, jankende kinderen, blaffende honden enzovoort. We hebben hier 32 kanalen. Dat valt nogal mee, maar in werkelijkheid zijn het er meer geweest, omdat sommige dingen, sommige koortjes bestonden uit 3, soms 4 kanalen en die zijn hier al samen gemixt tot 1 kanaal. Dat zullen we zo meteen onderweg ook wel tegenkomen. We gaan eerst eventjes luisteren naar meneer Kelly. En eventjes kijken. We laten hem eerst even droog horen. En daarna ga ik de delay erbij klikken. En de reverb, dus de echo en de galm. You, the night was full of wonder. When I met you, life began again. 'Cause when I met you, my heart began to thunder. En dit refrein wordt vaak herhaald in het lied. Het wordt je wel eventjes ingepeperd, bij wijze van spreken. We kunnen ook even naar het begin van het liedje luisteren. Daar komt het refrein ook in voor. Alleen dan wordt het door de solo-gitaar gespeeld. Dan klinkt het ongeveer zo. Oké, dus dat was het refrein bij het intro. Zingt Le Pau dan niet mee? Jawel, hij zingt wel mee. Hij staat hier als Henk. Henk, wie is dat? We hebben het hier over Le Pau. Hij zingt nog een tweede stem. En die gaan we even laten horen. En dan samen even met meneer Kelly. Understand all that I've looked for, but I never found. You brought it to me with the sweetest sound. Ja, je hoort het al, er zijn 2 of 3 Le Pau's zijn dat. Dus dit is zo'n voorbeeld van, het staat op 1 kanaal, maar dat waren er is meer. En dat kun je hier ook horen bij dit stukje Le Pau. Luister. And the thunder. And when I met you, my soul began. Ja, dus dat zijn 3 stemmen. Dat was Le Pau. Ik kan eventjes zijn mondje houden. Staan er nog meer vocalen op? Ja. Komen hier nog mannenkoortje tegen, niet uit Urk. Die mochten niet meedoen, ze konden geen QR-code laten zien. Maar we kunnen ze wel even laten horen. Oh, when I met you, my heart began to thunder. And when I met you, my soul began to sing. For the beauty you bring, when I met you, the night. Kijk, die staan hier. De Femkes zijn dat. Die laten we ook eventjes horen. Wish come true when I met you.
Oké, dus dat zijn de filmpjes. En dit is ook het spannendste stuk van het lied, want het begin staat in toonsoort Cis. En hier gaat het over, een modulatie noemen we dat, naar Dis, een hele toon hoger. En daar komt ook dit stukje special effects komt erin voor. Even kijken, die twee zijn dat. En dat is eigenlijk gewoon het woord you, wat ik ooit zong en wat hier apart losgesneden is en door een echoapparaat is gegooid. When I met you, night was full of wonder. When I met you, life began again. Cause when I met dit zijn dus de you, de special effects, de bassdrum, de rimshots, twee kanalen voor de snaren, trommel, ook eentje met reverb, met galm erop. Dit is de toms en die staan hier ook nog een keer extra om het een beetje aan te dikken. De hi-hat, de ride cymbal, crash cymbal, er zit een tamboerijn zit erbij. Nou, dan klinkt het ongeveer zo met de zang erbij, hè? When I met you, the night was full of wonder. Oh baby, when I met you, life began again. Ja, oké. Misschien wel leuk om dan voor vast even een van de blauwe kanalen erbij te zetten. Bijvoorbeeld de basgitaar, want dat hoort natuurlijk bij de bassdrum, bij de kick. En dan klinkt het zo. Ja, dat was meteen het einde van het liedje. De Gibson hebben we al gehoord, die komt zo nu aan het lied terug. Zit er ook een Eastman in, dat is een akoestische gitaar. Laat ik ook even horen, alleen met de zang erbij. For the beauty you bring, when I met you, the night was full of wonder. Ja, dat is de akoestische gitaar. En dan zit er nog een slaggitaar, noemden we dat vroeger. Dus een die alleen maar akkoordjes speelt. Dus een Duesenberger. When I met you, the night was full of wonder. Oh baby, when I met you, life began again. Cause when I met you, my heart began to thunder. My soul began to sing. Daar zat ik even op te wachten, leuk stukje. Het lied wordt gedragen door de Fender Rhodes piano. Het is eigenlijk een piano ballad, dit nummer zou je kunnen noemen. For the beauty you bring, when I met you, the night was full of wonder. Oh baby, when I met you, life began again. Cause when I met you, my heart began to thunder. And when I met you, my soul began to sing. Thank you.
The Rhodes. En tenslotte hebben wij hier onze vertrouwd Hammond Orgel. Ik ben dol op Hammond Orgels, omdat ze lekker de boel kunnen opvullen. En die laten we dus ook even horen. Weer hetzelfde stukje. For the beauty you bring, when I met you, the night was full. Oké, nou dat was het dus een beetje. Stoppen we hier eerst eventjes. Oké, en gaan we zo meteen het hele lied laten horen.